In deze film besteed ik aandacht aan de tool vrije transformatie. En dat is geen gereedschap. Nee, dat is eigenlijk gewoon een aparte modus. En je kunt naar die modus toe via hierboven bewerken. En dan heb je daar staan vrije transformatie. En die is in dit geval grijs, lichtgrijs. En dat komt omdat we eigenlijk ook niks geselecteerd hebben. Ik heb deze auto toevallig al uitgesneden. En als ik die laag selecteer en ik verplaats hem iets naar boven, dan komt hij er mooi los bij. En ga ik nu naar Bewerken, dan heb je daar een vrije transformatie staan. Klik je daarop, komt er een box rondom de inhoud van je auto met een paar puntjes eromheen en in het midden een centerpunt. Boven in de balk heb je wat eigenschappen van het gereedschap en je hebt daar twee knoppen staan, een vinkje om het toe te passen en ja, dit rondje met een streepje erdoor om het af te breken. Je kunt ook op Escape of op Enter drukken en dan wordt het gereedschap gewoon niet toegepast. Een andere manier om er naartoe te gaan, en ik wil je echt adviseren om die gewoon uit je hoofd te leren, dat is de sneltoets Ctrl-T. En je komt meteen weer in het transformatiegereedschap. Standaard zit je in de modus waarmee je kunt vergroten en verkleinen. Dus als je op een van de punten gaat staan en je trekt daaraan, dan wordt de auto in dit geval groter. En ga je naar de binnenkant, dan wordt die kleiner. En zo ook vanuit de hoekpunten. Nou, hij zal als referentie altijd. Het tegenoverliggende punt pakken. Dus als ik bijvoorbeeld hier aan de linkeronderhoek begin te trekken, dan zal het rechterbovenhoekje gewoon keurig op zijn plek blijven staan. Dat kun je veranderen door vanuit het midden te werken, de Alt ingedrukt te houden en dan aan een van de hoeken te trekken. En je ziet dan dat het middenpunt het punt is waarvan we vanuit gaan. Ga je in de box staan, kun je je onderwerp gewoon verplaatsen. Sta je buiten de box, nou, dan heb je in eerste instantie. Ja, bij de puntjes heb je deze cursor erbij staan. En ga je iets verder dan worden dat boogjes. En dat betekent dat je kunt draaien. Kleine tip: hou de shift ingedrukt om in gelijke stappen van 15 graden te verdraaien. En op die manier kun je hem dus makkelijk naar bijvoorbeeld in dit geval 60 graden zetten. Je kunt in de modus altijd maar één stap terug met de sneltoets Ctrl Z. En dan kom je weer uit op het midden. Nog een andere kleine tip: als ik dus aan Bijvoorbeeld, dit hoekje trek, dan blijven mijn verhoudingen van de box gelijk. Dat was voorheen niet zo, maar dat hebben ze een tijdje geleden veranderd. Hou je de shift ingedrukt, dan verander je bijvoorbeeld alleen de hoogte, of de breedte, of allebei natuurlijk, maar wel onafhankelijk van elkaar. Het is niet meer gekoppeld. Druk je er met rechts op, heb je een aantal modussen. Je hebt bijvoorbeeld de modus Roteren, Schalen en Vrije Transformatie. Nou, die kun je gewoon heel makkelijk benaderen, maar je hebt ook Schuintrekken. Schuintrekken werkt met alleen de punten in de uh, lijnen, dus niet op de hoeken. En als je er dan aan trekt, dan zie je dat je een soort parallelogram kunt maken. En de auto, in dit geval bij wijze van spreken, heel makkelijk wat sneller eruit kan laten zien. Dat doe ik even niet. Ik ga even helemaal terug. Een ander iets is vervormen. Je kunt dan gewoon los met de hoeken spelen. Maar ook nog steeds met de zijdes. En je kunt hem dan gewoon makkelijk vervormen. Perspectief, laat twee hoekpunten tegelijkertijd naar binnen of naar buiten vallen. Makkelijk om gebouwen recht te zetten. En dan heb je ook nog verdraaien. En daarmee kun je eigenlijk een beetje de vorm aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld deze hoek naar binnen drukken. Nou, en je ziet een beetje wat er gebeurt met de voorkant van de auto en de ruit. En ik kan bijvoorbeeld de achterkant een klein beetje naar buiten trekken om hem wat hoger te maken. En dan aan deze armpjes trekken om de vorm eigenlijk een beetje meer te bepalen. En op die manier creëer ik een hele andere auto. En ik maak dit even ongedaan. En je hebt met rechts nog de opties om 180 graden te roteren of 90 graden. Of eventueel horizontaal en verticaal om te draaien. En zou je nu dingen gedaan hebben waarmee je tevreden bent? Je klikt hierboven op het vinkje of drukt op enter en het wordt gewoon definitief toegepast. En dat zijn dus de eigenschappen van vrije transformatie. Wanneer is dit nou handig? Nou, dit is handig als je met composities bezig bent en je gaat dingen toevoegen aan je foto en je wil gewoon heel snel wat dingen veranderen aan het formaat of bijvoorbeeld hoe ze eruit zien. Het is ook een hele handige tool bij het rechtzetten van gebouwen. En eigenlijk zul je als je er een beetje op let en een beetje serieus veel met Photoshop bezig bent de tool eigenlijk best wel vaak gebruiken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.